heb je een leuke stelling? De Hot Coffee Show. Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van de Hot Coffee Show. De show die al jarenlang elke week een stelling uit de community pakt en die met liefde voor jullie behandelt. Naast me zit Daniel. Hi. En dit is Peter. Dankjewel. En nice, goed gedaan, hè? Ja, ja. Ja. En bedankt voor jullie reacties vorige week. Ja. Het waren niet zoveel reacties, maar nee, het waren wel reacties. Een paar hele lange. Jaslan was heel inhoudelijk, Chillos was heel inhoudelijk. Vorige week hadden we het natuurlijk over dat er tegenwoordig misschien wel te weinig controverse is rondom games. Ja. Alles mag maar. Echt, hè? Dus we hebben eigenlijk gewonnen. De progressieve mensen die gewoon alles vinden kunnen. Ja. Ja. Nou, prima. Ja. Helemaal goed. Ja, want Daniel houdt van harde games, hè? Ja, ja. Voor Anner dan vind je het lekkerst om gewoon mensen te onthoofden. En, sowieso. Ja, hè? Dat gebeurt alleen niet zo vaak, hè? Nee. Maar dat maakt niet uit. Nee. Er was een stelling waar meerdere mensen onze mening over wilden horen. Ja, al een aantal weken lang namelijk. Ja, er wordt voorgehouden rondom deze stelling. Ja. Overigens niet de stelling over splitscreen, die hebben we vorig jaar al behandeld een keer. Ja. In het jaar 2015 denk ik. Inderdaad al. Niet meer te... Ik kan het nog een keer zeggen. Dromen. Ja, mee eens. Ja, maar deze stelling komt sowieso van meerdere mensen, maar deze jongeman die gooit hem erin. I need a Juan Dance. Hoi, zegt, ik ken jou helemaal niet. Heb je je nickname veranderd of ben je echt nieuw en heb je gewoon heel veel gepost laatst? Ik ken zijn avatar wel, maar ik weet het niet. Maar zijn stelling is inderdaad, oude games moeten DLC's vrij speelbaar maken, ofwel gratis. Gratis oude DLC? Ja. Mooi. Voor oudere games. Dus. Wat? Ja. Oké. Okay. Ik snap wel... Ja. Oké. Okay. Daan. Ja. Nou, ik vond het op zich wel heel mooi wat Tom net zei van... Ja, dan pak je een game uit de budgetbak voor 10 euro en dan ga je naar de store en dan zie je Season Pass voor 60 euro. Ja, dat is raar. Dat is inderdaad raar, maar ik... Weet je, het is ook niet zo dat een game van 5 jaar oud ook zomaar gratis wordt aangeboden. Dat gebeurt wel af en toe. Dat doet een uitgever wel eens, dat een Ubisoft zegt van nou, we doen nu voor... Omdat Ubisoft 30 jaar is, geven we een gratis game weg. Of weet je, bedrijven doen dat wel, maar niet grootschalig, dus... Ik vind ook niet dat DLC per se gratis moet worden. Kijk, is een game overal goedkoop verkrijgbaar? Dat zal natuurlijk per land wel verschillen. Maar weet je, ze kunnen daar wel op inspelen. Zo van, oké, is die game voor 10 of 15 euro te krijgen? En is de DLC bijvoorbeeld 20 euro? Maakt die DLC dan, ik vind een eurotje of 2,50 euro. En ik denk dat jij nu de crux hebt gevat. Ja? Want ik denk dat het inderdaad een pure bureaucratische... reden is waarom het niet gebeurt. Ik denk dat publishers er gewoon simpelweg niet over nadenken. Zeg, gooi je die... Kijk, weet je, als een Game Mania iets in de budgetbak gooit, dan gooit een Game Mania iets in de budgetbak. Op een gegeven moment wordt een game een stuk goedkoper. Ja. En dan is die DLC, die staat nog steeds in de store voor inderdaad, zo'n season pass voor 60 euro. Ik denk serieus dat er niet over nagedacht. Ik denk dat er geen op het hoofdkantoor, want dat wordt dus niet... Kijk, als een game hier in de budgetbak ligt voor 15 euro, de DLC-prijs wordt natuurlijk internationaal beslist. Ja, precies. Ik denk dat daar totaal geen enkele rekening mee wordt gehouden. Nee. Ik denk dat het eerder gewoon laks is. Want ik geloof niet dat een Ubisoft nu nog steeds denkt van... Nou, die Adewale DLC van Black Flag, die komt dan even in me op. Ja. Of die whatever the fuck DLC, die is nog steeds 15 euro waard. Ik zweer, die publishers denken daar gewoon niet aan. En ik weet zeker dat ze het ook helemaal niet erg zouden vinden als het goedkoper zou worden. Nee, maar het zou dus wel heel fijn zijn als ze er een keer over gaan nadenken. Dat zou hele goede service zijn naar de, naar de customer. Want je koopt dus een volledige game voor 10 of 15 euro. Maar als je dan ook nog eens DLC voor 10 of 15 euro koopt... waar je maar een fractie van die gameplay, van die totale game, extra krijgt... Dat is best wel bizar. Nee, het staat niet in verhouding. Het is alleen wat wel moeilijk wordt... als je dus bijvoorbeeld een Europese PlayStation Store of een Europese Steam Store hebt... waarbij een game wel goedkoop is, maar bijvoorbeeld in Amerika is de game nog wel, weet ik, voor 40, 50 dollar. En weet je, daar moeten ze dan ook wel op inspelen dat het misschien per regio of per land wordt geregeld. Want dat wordt natuurlijk wel lastig. Kijk, is het niet zo dat DLC gewoon te weinig oplevert om die moeite erin te steken? Dat ze echt zoiets zeggen van, ja, we kunnen het wel verlagen, maar ja, weet je, hoeveel meer mensen kopen het dan? 200? Ja, maar hoeveel moeite is het om die DLC... goedkoper te maken. Ik denk dat nog best wel veel moeite is. Want je moet toch wel weer het lijntje richting Xbox en PlayStation openen om dat in de stores te wijzigen. Maar goed, het is natuurlijk wel zo als jij een game koopt en je denkt van er is misschien nog wel toffe DLC, maar als je het ziet van 20 euro, dag. Maar als het voor 2,50 of 5 euro is, dan heb je wel sneller het idee van, vet, dan koop ik die DLC erbij. Ja, dus je denkt dat het ze ook nog, de publishers eigenlijk meer zou opleveren?
Ja, denk het wel. Ja, want gratis, ja, dat hele gratis, daar ben ik niet zo voorstander van. Want ja, nee. Weet je, dat vind ik een beetje een gratis geld voor iedereen discussie. Dat is een beetje van, ja, neem Kantwijk en ga gewoon ervoor werken en dan kun je het betalen. Alleen, dus gratis is vind ik, dat gaan ze sowieso nooit doen. Gratis is goed, misschien. Maar goedkoper ben ik het absoluut mee. Ja. Dat staat niet in verhouding. Nee, maar ja goed, hoe ze dat dan per regio moeten gaan regelen, dat zal nog wel een ding zijn. Maar ik heb wel zoiets van, weet je, als je het goedkoper maakt, de kans bestaat in ieder geval dat het beter verkoopt. En als je het een keer uittest en werkt het niet, dan doe je het de volgende keer niet, bijvoorbeeld. Ja. Dat kan ook, dat het gewoon een simpele test is. Ja, en maak er ook reclame voor binnen je game. Dat vind ik ook wat heel veel publishers missen daar ook in kansen. Dat als zodra de DLC uit is, staat er wel gewoon in je game menu'tjes van er is nieuwe DLC, download die shit. Maar als er een keer een aanbieding is van DLC, wat ze dus te weinig doen, maar als ze het hebben, wordt dat niet goed weergegeven in de menu's van de game. Terwijl ik, toch? Nee, dat is zo, ja. Dat is serieus hele slimme. Want als jij bijvoorbeeld, als ik na een jaar bijvoorbeeld Halo 4 weer eens oppak, of die is nou een paar jaar uit, en er is DLC voor verschenen, en ik ben serieus vergeten dat die DLC er was. Ja. En er staat, koop nu voor €2,50 even de DLC erbij. Dat zou hele fantastisch zijn. Gratis tip. Kijk, wat ontwikkelaars wel doen is inderdaad, zelfs voor de release al, als er een menu wordt gelekt, dat daar al bij staat van upcoming DLC. Ja, dat maar niet, het wordt niet geüpdate. Nee. Nou, dat gratis is tip van ons. Ja. Waar volgens mij vooral de consument bij gebaat is, vooral jullie, want dan kunnen we meer gamen en goedkoper. Bedankt voor je stelling. Annie de Juan Dance. Awesome, Jasman wilde die stelling ook horen. Bedankt jongens voor het achterlaten van jullie stelling. En wat moeten mensen doen? Reageer hieronder alsjeblieft wat je van deze stelling vond, maar drop ook alsjeblieft een nieuwe stelling. Want zonder jullie nieuwe stellingen bestaat de Hot Coffee Show gewoon niet. Nee, dat is heel belangrijk. Ja. Dus laat van je horen, schreeuw, roep, wees lief voor elkaar, maar wel luid. Vooral dat. Ja, en bedankt voor het kijken. En als je dit kijkt via een ander kanaal dan gamersnet.nl, dan ben je A, een beetje stom, maar B, geef ons wel een like, et cetera, et cetera. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Ga je nou echt zwaaien? Ja, tuurlijk.